geachte mensen hier aanwezig bij het Skepsis Congres. Hallo, dank u wel. Ik ben namens Diederik, ik ben wetenschapscommunicator en journalist soms. Het is voor mij een grenzeloze eer om hier voor jullie te mogen staan. En allereerst van harte gefeliciteerd, zou ik zeggen, met jullie mijlpaal. Het is niet zomaar iets 35 jaar lang mensen vertellen hoe dingen echt zitten en niet vertellen wat ze willen horen. Daar heb je een ruggengraat voor nodig. Moet je misschien in ieder geval koppig voor zijn of wellicht misantropie voor hebben. Vaak vinden mensen het namelijk lastig als je vraagt of er bewijs voor is. Of dat mensen vaak hardnekkig geloven in dingen die gewoon niet waar hoeven te zijn. De mens vertrouwt heel vaak op intuïtie. En die intuïtie is vaak niet getraind, maar meer een soort evolutionair overblijfsel wat lang niet altijd aangepast is in onze tijd. We willen graag dat de wereld aardig is, controleerbaar is en dat oplossingen makkelijk vindbaar zijn. Mensen willen zo graag geloven dat menstruatiecycli op elkaar blijven aansluiten, ook al weet men geen biologische methode waarop dat kan en is het nog nooit in een onderzoekssetting aangetoond. Mensen in bedrijven willen graag geloven dat ze meer controle over een situatie hebben dan dat ze daadwerkelijk hebben en komen dan met allerlei pseudowetenschappelijke onzinnige Meyer-Briggs-testen aan en hopen zo dat mensen goed in teamverband samen kunnen werken. Mensen willen graag geloven dat we elkaar kunnen beïnvloeden en het leven te bestieren valt en misbruiken dan de kwantummechanica als objectieve scheidsrechter die aangeeft dat alles uit golven bestaat en golven elkaar kunnen beïnterfereren en dat we zo elkaar kunnen beïnvloeden. En als je dan uitrekent hoe groot de golflengte van de mens is en hoe hard je mensen op elkaar moet lanceren voordat de golf ook maar een fractie kans zou hebben om elkaar te interfereren en hoe dit personen als een vloeistof uit elkaar zou doen laten klappen, dan ben je een zeurpiet. En natuurlijk zijn er ook onderwerpen waar de meeste mensen hun schouders bij op kunnen tillen. Immers, is het nou echt zo erg dat mensen in astrologie geloven? Misschien niet. Ik koop ook staatsloten en dat is financieel statistisch uitermate dom. En ik vind het ook leuk om te denken dat mijn overleden beste vriend af en toe op een wolk naar beneden kijkt. En ik denk dat er in principe niet zo heel veel mis mee is. Maar als er een verdienmodel om de hoek komt zetten, dan begint het al heel snel akeliger te worden. De lieken van Lexmond Maankalender gaan prat op dat ze eigenlijk ook wetenschappelijk bezig zijn. En dan wordt het al helemaal een stuk akeliger. Ze halen autoriteit van mensen die die autoriteit nooit weg hebben gegeven. En ze verdienen aan die onzin. Kwakzalverij. En natuurlijk zijn er veel ergere situaties. Jullie hebben allerlei genezers en helers onder het licht gehouden en daarmee een dienst bewezen aan de Nederlandse bevolking. Mensen die bewust of onbewust misbruik maken van de ellende van anderen. En je zou hopen dat een stichting als Skepsis na verloop van jaren niet meer nodig is. En dat jullie genoeg voorlichting hebben gegeven over gekke nepnatuurkundigen die met holle lenzen antimaterie zouden kunnen zien. En dat het duidelijk is dat hoe meer je iets aanlengt, de effectiviteit daar niet van omhoog gaat. En dat ook op Biohorma of A-vogel of weet ik veel, vreselijk veel geld verdient aan suikerwater. En dat dit soort bedrijven gewoon geen lievertjes zijn. De Italiaanse blogger Samuela Riva is ooit door het honderden miljoenen bedrijf Waron aangeklaagd omdat oxynocoxinum als pseudowetenschappelijke troep bestempeld werd. Gelukkig is Waron niet mee doorgegaan, maar het geeft wel aan dat sceptisch zijn lang niet altijd gewaardeerd wordt. En het zeker nog steeds erg nodig is. Kijk maar naar corona. De nieuwe pseudowetenschappelijke manieren van denken opgeleverd heeft. Hydroxychloroquine uitproberen in een niet placebo gecontroleerde en of willekeurig geselecteerde proefpersonen in je eigen huisartsenpraktijk en een resultaat claimen met ongeveer 20 mensen op een ziekte die 99% van de gevallen toch van nature geneest. Ik bedoel maar. Ivermectine, ook al zoiets. En ook hoe mensen maar niet begrijpen hoe vaccins onderzocht worden, dat is gewoon een groot probleem. Een deel van het probleem is echt de communicatie van overheden en wetenschappers. Maar ook hoe wij ons onderwijs inrichten. We moeten veel meer dit soort dingen uitleggen. En ik heb meermaals op een basisschool uitgelegd hoe je medicijnonderzoek doet. En dat kan gewoon. Kinderen vinden dat vreselijk leuk en snappen het ook gewoon. Wijs drie jongetjes aan en vraag hoe vaak ze make-up dragen. Ze zullen vrijwel altijd nee zeggen en dan kun je concluderen in de klas dat niemand in Nederland make-up draagt. En natuurlijk klopt dat niet. Dat weten die kinderen ook. En samen kun je dan gaan onderzoeken waarom het misgaat. En hoe je een representatieve steekproef kunt doen. Dat het uitmaakt waar je het vraagt. Aan wie je het vraagt. Maar ook hoe je het vraagt. Je bent toch zeker niet zo in die make-up draagt of wel. Of vind je het ook zo leuk om make-up te dragen? Kinderen snappen heus wel het verschil. Het is elke keer een feest in de klas om dat te doen. Er is nog zoveel onzin in de wereld. En dat zal wellicht altijd zo blijven. Zolang er mensen geld kunnen verdienen aan andere mensen die wanhopig zijn. Vraag en aanbod.
Zolang we ons onderwijs niet zo hebben ingericht, ik ben bijna klaar, dat we mensen klaarmaken om tegen dit soort onzin beschermd te zijn, dat die mensen genoeg kennis hebben over hoe wetenschap werkt, zolang we dat niet hebben, zullen we altijd homeopaten, klankschalenluiders, slangengifventers en hydroxychloroquineverkopers overhouden. En daarom wil ik jullie heel erg hartelijk feliciteren met jullie jubileum. En danken dat jullie zo vreselijk veel ondankbare dingen blijven doen, terwijl het zo keihard nodig is. Jullie maken stap voor stap verschil en zijn een soort agenten die oplichters en boeven achter de tralies stoppen. En natuurlijk kun je moedeloos worden omdat er altijd weer nieuwe oplichters zijn. Maar dat is voor een agent de slechtst mogelijke reden om met zijn of haar werk te stoppen. En ik hoop dat dat voor jullie ook geldt en dat jullie ook weer doorgaan de komende 35 jaar. Dank je wel. Okay.